huizen, de huizenmarkt, het herstel wordt voor een belangrijk deel gedreven door de huizenmarkt. En dat telt het CBS ook op, overigens in overeenstemming met internationaal gebruik bij de investeringen. Voor mij zijn huizen zijn duurzame consumptiegoederen. Juist een van de dingen die fout zijn gegaan, die ons in de crisis hebben gebracht, is dat we heel erg gestimuleerd hebben in de aanloop naar de crisis, die ontwikkeling van die huizenmarkten, die zijn, dat gaf je zelf ook nog aan, die hebben tot een enorme hypotheekschuld geleid. Als je gewoon er doorheen kijkt, dan zie je in de balansen van banken dat hypotheekschuld bedrijfsechte rendabele productiecapaciteit investeringen heeft verdreven door de jaren heen. En dat gaan we nu eigenlijk weer, zijn we dat aan het stimuleren met dit beleid. Nou, in het algemeen, en dan hou ik even op, er is nog meer over te zeggen, maar hou ik even op, misallocaties door de hele economie heen, potentieel zeepbellen op financiële markten, ook heel veel focus op financiële markttransacties, inkopen van eigen aandelen, fusie en overname wordt sterk gestimuleerd. En de investeringen, de echte rendabele investeringen, maar mondjesmaat. En voor zover dat gebeurt, in combinatie met meer consumptieve investeringen, dat ik zo mag noemen, is ook zeer de vraag of dat houdbaar is. Tot op zekere hoogte, zolang er nog vrije capaciteit is wel. Maar op enig moment zul je in je consumptie relatief terug moeten als je echt duurzame groei wil creëren. Dat creëer je niet door een te lage rente. Nou, ik geloof niet dat jij bekend staat als een echte Keynesiaan. Nee, en ik denk ook niet dat het na dit betoog dat gaat worden, moet ik eerlijk zeggen. Als ik naar de stelling kijk, heb ik er langs allerlei lijnen zet ik er vraagtekens bij. En laten we nu eerst eens kijken, we zijn hier vandaag voor de Nederlandse economie. Ik vraag me eerst af, is er echt behoefte aan het op dit moment stimuleren van de Nederlandse economische groei? Het herstellen ze op gang aan het komen. We hebben de hoogste groei sinds 15 jaar gehad. Voorspellers die nemen aan dat dat nog doorloopt. Is er behoefte aan? Dat is mijn eerste vraag. Tweede, deflatie. Als ik nou gewoon naar de cijfers over Nederland kijk. En prijsstabiliteit is iets dat je niet op dagbasis moet meten. Dat moet je op de middellange termijn meten. Dus ik heb eens gekeken van als we nou de laatste 5 jaar nemen in Nederland. Waar komt er ongeveer gemiddelde inflatie op uit? Dat is dus zo rond, iets onder de 2%. Gemiddeld genomen. De laatste jaren zit het al wat onder. Keurig volgens het doel, zou je zeggen. Ik zou bijna zeggen, dat is bijna de definitie van prijsstabiliteit op de middellange termijn van de ECB. Waarom is het nu wat lager? Daar zijn Harald en ik het wel over eens. We hebben natuurlijk een schuldencrisis gehad. Door die schuldencrisis krijg je de druk op de prijzen. Die druk op de prijzen is onderdeel van het aanpassingsproces. Want dat stimuleert het reëel inkomen van de consument. Die kan daardoor meer uitgeven en kan daardoor de groei op peil houden en zelfs wat verhogen. Dus die beperkte deflatie die we hebben, of Nederland is er nog niet eens deflatie, die matige prijsstijgingen, die zijn onderdeel van het aanpassingsproces. En zolang dat niet doorschiet, is er geen enkele reden om het beleid in te zetten dat je eigenlijk weer de verkeerde kant op drijft. Dus dat als aanleiding voor het beleid, dan als instrument de investeringsagenda. Nou ja, de ervaring die we hebben met grootschalige investeringsprogramma's is niet geweldig. Harald zelf verwijst naar het Juncker-plan. Ik ben blij dat hij het even noemde. Ik was alweer vergeten dat het er was. Nou, 300 miljard. Komt heel weinig van terecht. En heel vaak, en dat zie je ook, verzandt het in eindeloze discussies over wie dan hoeveel krijgt. Men moet op zoek naar rendabele projecten. En het is dus puur in de overheidssfeer. Terwijl wat er moet gebeuren om die economie echt houdbaar zich te laten herstellen, is dat schuldenprobleem, het onderliggende schuldenprobleem moet worden opgelost. Wat ik eerder zei, er zijn nog te veel bedrijven die in stand worden gehouden doordat die rente zo laag is. Uitzieken dus, als het ware. Ja, niet uitzieken. Verder dat vooruit schuiven. En doordat je die rente zo laag bouw je nieuwe laagproductieve capaciteit op als je niet
uitkijkt. Maar dus, is dan een lage inflatie ook niet een probleem juist bij die schulden? Want daardoor nemen ze de reële lastendruk van die schulden, die neemt daardoor niet af. Ja, maar het is een misverstand dat je de enorme misallocaties die in 2008 tot een crisis hebben geleid, helemaal kunt oplossen zonder dat het ergens iets kost. Dus wat er zou moeten gebeuren is dat we teruggaan naar normale renteniveaus. Ja. En dan gaat blijken waar de echte problemen zitten. En dan moet je herstructureringen doorvoeren. En het hele vervelende is dat zal een pijnlijk proces hier en daar, hier en daar zijn. Heel duidelijk. Ik wou door naar de volgende stelling, want we hebben er nog wel een paar. Nou, ik wil even. Één vraag uit de zaal en dan gaan we naar stelling 3. Dat betekent eigenlijk dus dat de crisis nog steeds vooruitgeschoven wordt? Of is dat iets? Sorry, verstond het. Betekent dat in feite dat u zegt vanwege die lage rente dat de effecten van de crisis alsmaar vooruitgeschoven worden en dat we die pijn nog steeds gaan krijgen? Ja, voor een deel zeker. Als een economie niet kan groeien bij zulke lage rentes. En er is geen enkele reden nogmaals om aan te nemen dat er niet ergens ook productieve private investeringen kunnen worden gedaan. Dan is dat een indicatie inderdaad dat we het probleem van 2008, dat ik het zomaar even heel kort het bagmat noemen, en hoe dat ontstaan is, dat nog niet opgelost is overal. Het helemaal niet over de textbook economie. En kijk, jouw meetlat schijnt te zijn het werkloosheidscijfer. Als dat heel laag is, dan is het allemaal oké. Mm. Maar het probleem is juist dat we in de aanloop naar 2007, 2008 enorme misallocaties hebben gehad. Ook in de arbeid. De financiële sector is veel te groot geworden. Veel te veel mensen werkzaam daar. De bouw en alles wat daarmee samenhangt is veel te groot gegroeid. Dus ja. Ik onderschrijf niet de stelling van nou, het was in 2008 allemaal prima omdat de werkloosheid zo hoog was. Dan kom ik bij de eerste. De lage rente vormt een bedreiging voor houdbaar economisch herstel in Nederland en Europa. Lex, daar was jij het mee eens? Ja, daar ben ik het hardgrondig mee eens. En toen ik daarnet zei dat ik vraagtekens heb bij dit herstel, grote vraagtekens heb, bedoelde ik met name de achtergrond waartegen dit herstel plaatsvindt. En dat is tegen een heel erg ruim monetair beleid, een heel erg lage rente. En eigenlijk als je wat langer kijkt, een rente die, je kunt bijna zeggen, de laatste decennia systematisch te laag is geweest. En daardoor mede heeft bijgedragen aan het ontstaan van de crisis. En die nu in de herstelfase vraagtekens oproept over hoe duurzaam dit allemaal is. En laat me een paar elementen noemen. De meeste zijn denk ik wel bekend. Maar laat ik op een plaats beginnen waar men misschien meestal niet begint. Ik denk dat de hele lage rente en de te lage rente zorgt ervoor dat de economische signalen zijn vertekend. En laat me gewoon een voorbeeld geven. De cijfers die we vanochtend gepresenteerd kregen. Het overheidstekort 1,8%. Het ziet er allemaal keurig uit. Je zei dat ook met zoveel woorden. Maar bij een normaal renteniveau kan het overheidstekort zomaar 2 procentpunten hoger liggen. En dan zitten we op een tekort van weer bijna 4%. En daar kijken we nu niet doorheen. De te lage rente, om naar een volgend punt te gaan, vernielt markten. De laatste markt die er vernield wordt door dit beleid is de markt voor bedrijfsobligaties. Waar de ECB nu obligaties gaat opkopen. Er is geen normale marktwerking meer in die markt. Meer in het algemeen, door die hele lage rente en door de hele prominente invloed van de ECB op financiële markten, werken die markten niet meer zoals ze horen te werken. Partijen kijken op die markten niet bijvoorbeeld naar wat is een rendabele investering, maar vragen zich vooral of wat gaat de Draghi de volgende keer weer opkopen en proberen daarop voor te sorteren. Waardoor nogmaals marktwerking wordt verstoord.